Zo, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes, een hele goede zondagmorgen. En welkom bij het zondagmorgenpraatje. Zo is die. Lekker. Lekkere zondag. Oké, vandaag weliswaar geen voetbal, want het is Pinksteren. En de wedstrijd is verplaatst naar morgen, tweede Pinksterdag. Udi, uit. Dus heb ik hier iets meer tijd om dan iets later te gaan lopen en nog wat meer te gaan doen. Dus buiten het lopen ga ik zo meteen nog even naar de fitness. Ik heb net veel benen getraind. Buiten, dat kan natuurlijk. En dan ga ik nog eventjes naar de fitness. Dan ga ik nog even mijn overlijf doen. Daar heb ik nu dus tijd voor. Lekker. Vanmorgen vroeg ben ik even vroeg opgestaan. Dat had te maken met een oude dienstkameraad van mij. Die doet mee bij de Europa Run. Dat is een hardlopen evenement door Nederland, even van Twente naar Rotterdam. Toch is wel 200 plus kilometer, weet ik dat. Met een groepje georganiseerd. Heel veel teams, ik geloof 25 teams of zo. Of ik weet niet, in ieder geval heel veel. Ingeschreven die gewoon lopen. En om ergens rond 4:15 zou die hier in Graven voorbij komen. Nou goed, ik uit Veren daarheen gereden. Ja, dat is dan net de mazzel of de pech die je dan eigenlijk moet hebben, dat je dan toevallig ook die persoon treft. Want ze lopen natuurlijk om en om. En uiteindelijk trof ik zijn vrouw. Had haar wel ingelicht van dat ik wellicht zou kunnen komen. Foto gemaakt. Hij was helaas 40 kilometer verderop, waar hij dus dan uiteindelijk gaat lopen. En daar was overigens nog een ander maatje bij, Johan Vroef, of John Vroef. Die was daarbij, had ik wel schitterend gevonden. Maar goed, het is niet anders, daar kun je niks aan doen. Dat is de planning die zij ook niet helemaal uit hun hoofd weten wanneer ze waar zijn. Dus ja, daar houdt het op. Maar goed, uiteindelijk was het toch wel leuk. Heel even kort met de vrouw gelast, die moest uiteindelijk gaan lopen. Dus de loper die kwam eraan. En er werd gewisseld van loper. Dus ja, dat. Dus dat was eigenlijk wel jammer. Maar goed, daarentegen, vandaag ging het dan ook weer om dat dan te gaan doen. Een uurtje later gelopen, in plaats van 18 of 9 uur gaan lopen. Ging lekker. Ik had minder last van mijn voet, waar ik vorige week nog wat, twee weken terug nog wat last van had in het bos. Dat ik wat voetproblemen had met de nieuwe schoenen, maar dat is, eigenlijk best goed. Ging lekker. Tempootje aardig. Ik had net gezien het gemiddelde van 6 minuten 15 per kilometer. Maar is aardig. Aardig tempootje toch. En afgelopen vrijdag een fittest gedaan. Ook weer bij een maatje van me. Die is een tijdje terug een beetje voor zichzelf begonnen als een soort personal trainer. Mensen gaat begeleiden, maar niet op kracht of op weet ik wat, maar gewoon op een uitgebalanceerde manier fitheidstrainingen. Test afgenomen, dat was vrijdag en ik moet eerlijk zeggen, dat was best een redelijk pittige, maar niet over de top. Het is niet zo dat ik helemaal afgebrand die test heb gedaan, want dat gaat het helemaal niet om. Hij heeft dan een aantal dingen moet je doen, 8 elementen moeten er gedaan worden. Dan zit daar uiteindelijk er komt een resultaat uit, er zit een tabelletje bij. En naar aanleiding van het tabelletje kan hij uitrekenen wat dan uiteindelijk jouw fitheid is. Uitgerekend met je leeftijd, gewicht, lengte, je BMI en zo, dat wordt allemaal een beetje meegerekend. Dus ik ben benieuwd, ik moet dat resultaat nog binnenkrijgen.
maar ik kon wel merken vandaag dat het iets mee te maken had met het lopen. Zeker in het begin voelde ik een heel klein beetje de beentjes. Ik dacht van, dat mag niet erger worden. Het was echt gewoon heel licht, heel licht. En dat was eigenlijk wel lekker, uiteindelijk. Toch gewoon die vier rondjes gelopen. Dus het viel me niet erger. Nou, dan doe ik meestal altijd nog even wat, eens een beetje gaan zakken. Dan had ik meestal nog even wat oefeningen erachteraan. Zelfs die gingen nog aardig. Dus al met al. Mag niet klagen. Dus, doe het goed. Goed. Nogmaals, zometeen even lekker bovenkant nog gaan trainen. En dan hebben we de zondag weer sportief. Sportief behandeld. Even kijken, kan ik hier? Nee, ik moet hier parkeren. Ik ben benieuwd dat er nu ook wat mensen zijn. Meestal wel op zondag. Oh. Yo, 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 yo. Hoppakee. Nou, daar gaan we dan. Ik zou in ieder geval zeggen bedankt voor het kijken. Alvast, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan zien we volgende zondag weer terug. En dat wordt wel een heftige trouwens zondag. Dat wordt wel een heftige. Ga ik er niks over zeggen. Ik bouw het volgende week. Ik zie jullie volgende week. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. En even abonneren op het kanaal. Zie je de volgende week weer terug. Ik zeg, tjoe.